Ik heb hier twee, wat zijn het eigenlijk? Platgeslagen dobbelstenen. Ja. Kun je dus maar twee dingen mee gooien eigenlijk? Ja. Vier of drie. En ja. Vijf en twee. Ja, dat is het idee. Maar je kan ook wel dit doen. Pak twee van die schijfjes, haal er eentje uit. Ik haal er nu uit, vijf en twee. Wat blijft er over? Vier en drie. Ja, tuurlijk. Het is geen hogere wiskunde zo. Vijf en twee, vier en drie. Ik haal er eentje uit. Vier en drie. Wat blijft er over? Vijf en... Vijf en twee. Dat is niet een heel moeilijke vraag of zo. Oké. Okay. Doe het nog een keer. Aan de hand. Ik haal er eentje uit. Ik haal de vijf en twee haal ik eruit. Wat hou ik over? Drie en vier. Nee, even duidelijk. Ik heb vijf en twee hier. Drie en vier heb ik hier. Hè? Voor alle duidelijkheid. Dus die leg je in je hand. Zo, op deze manier. Je haalt er eentje uit. In dit geval vijf en twee. Wat hou ik over? Drie en vier. Nee, let op. Dan moet je wel goed opletten. Vijf en twee. Vier en drie, ja? Ik leg het hier zo neer. Ik leg het in mijn hand. Ik haal er eentje uit. En dat is de vijf en de twee. Ik zal echt hier neerleggen dat ik niet vals kan spelen ook. Ja, de drie en de vier. Nee, drie... Het is 2 en 5. Ik heb de 3 en 4 gewoon hier, zie je. Dit is Las Vegas. Dice.